bewoners die zijn hier niet bij uitgenodigd. Er komt nog een apart gesprek met de gemeente en de wijkraad en de bewoners. Het duurt even voordat de bouwers van het Vreugdevuur in Schevening hun versie van het verhaal kunnen vertellen. Want ook bewoners hadden graag gehoord wat er volgens hen mis is gegaan in de oudejaarsnacht. Ik hoor net buiten dat jullie willen eerst met de pers praten. En daarna krijgen de bewoners en de ondernemers een uitnodiging. Ja, je bereikt er niks mee. Ja, je bereikt er niks mee. Lekker zelf wat je komt voor de camera. Jongens, laat gaan. Maar dan wordt ook duidelijk dat de bouwers zwaar zijn aangeslagen. Wat als een mooi evenement had moeten zijn, is voor sommigen in een nachtmerrie uitgelopen. De bouwers ontkennen ook stellig dat sprake is geweest van druk of intimidatie om ervoor te zorgen dat de stapel in brand mocht. Als de brandweer had gezegd dat de situatie te gevaarlijk was, dan hadden de bouwers daarna geluisterd, zeggen ze. Dan hadden wij absoluut deze stapel niet aangestoken, dat kan ik u garanderen. Ik woon zelf op Scheveningen en de rest ook. We gaan niet ons eigen dorp vervuilen. Burgemeester Pauline Krieken zei eerder deze week dat de bouwers zich niet aan afspraken met de gemeente hebben gehouden. De stapels zouden maximaal 35 meter hoog mogen worden en 10.000 kuub hout bevatten. Maar de organisatie zegt dat die laatste grens zeker niet is overschreden. Er waren nog 3 trailers onderweg. Er werd ons gevraagd om deze af te zeggen. Dat hebben wij direct gedaan waar de instanties bij stonden. En hebben ze netjes teruggestuurd. En toen zaten we op 9300 kuub. We zaten dus in principe in de mochten we trailers laten komen van de gemeente nog. Toen ging het steeds meer naar die 10.000 kuub toe. Toen hebben we gezegd, we stoppen ermee. Blijft de vraag, hoe nu verder? Kan Scheveningen zonder vreugdevuur de volgende jaarwisseling? Iedereen kan zonder iets. Ik denk dat Scheveningen echt wel zonder het grote vuur kan. Maar dan krijg je weer dat mensen ouderwets de wijk ingaan en daar hun vuurtje gaan doen. Want het zit toch in ons hart. Dus dan blijkt mij het verstandig om toch dan misschien een kleiner vuur gewoon op het strand te houden. Wat controleerbaar is door alle instanties. En desnoods moeten wij taken op ons nemen om het controleerbaar te houden. Als dat allemaal van tevoren in kaart gebracht kan worden en goede afspraken zijn, gaan wij die allemaal nakomen.